My relation with my English is rather weak. And then I lose my pleasure, and that's what we need. So sorry for those who don't understand Dutch, but I'm sure you will understand. You will feel my contribution and my images. It's about connecting old and new. Old money, 250 euros, changing in 300 euros in this way. It's committed money, partnership. Oké, nou ben ik zelf aan de beurt in het Nederlands. En mijn titel gaat over Power to the People, maar ik noem het liever geld groen wassen. Goud groen wassen. Planten doen niet anders. Ze nemen gouden zonlicht op en groeien zelfs in rotsspleten tegen de klippen op. Die power en die moed, daar kunnen ook wij wat mee. In ons leven, in ons huishouden, in onze economie. Al werken wij met een afgeleide van goud als het gaat om groeien en in onze behoeftes voorzien. Wij werken met geld. Vandaar geld groenwassen. Ik neem jullie mee in het verhaal van Boer zoekt Buur als voorbeeld van geld groenwassen. Waarin wij als eindgebruikers weer helemaal aan het roer zitten. Yes, we can. Let's do it. Onze eerste levensbehoefte is voedsel. Even kijken. Voedsel, wat mij betreft liefst biologisch, van lokale bodem, uit het goede seizoen, tegen een eerlijke prijs en dan ook nog klimaatneutraal geproduceerd. In 2007 heb ik met boer Henk het concept Boer zoekt Buur voor zonnepanelen ontwikkeld. En in 2008 zijn we met 15 boeren van start gegaan. En het principe is heel simpel. Wij als buur investeren 250 euro, we geven dat aan de boer en we krijgen in ruil daarvoor die mooie waardebonnen terug. En in de loop van de tijd gaan we die waardebonnen inwisselen. En wat die boer heeft, in één klap een hoop geld, kan dat vervolgens in een zonnepaneleninstallatie stoppen. Wij krijgen lekker voedsel of andere diensten van de boerderij en een goed gevoel, een goed rendement, klimaatneutraal geproduceerd. De aarde is ook blij, dus we hebben drie partijen die eigenlijk heel blij zijn. Boer, buur en aarde. Een mooi voorbeeld van meervoudige waardecreatie met meerdere actoren. Maar drie actoren vonden we eigenlijk niet genoeg. We hebben er een vierde bij gehaald. En dat is energiebedrijf Green Choice. Om het toch een beetje ingewikkelder te maken, om zo meerdere schakels in de hele keten zichtbaar te maken en ook communiceerbaar te maken. Als je nou als buur ook klant bent van Green Choice, hoef je geen 250 euro te betalen, maar 230. Nou, dat maakt het natuurlijk leuk, maar het werkt vooral als bewustzijnsverhoging, dat je dus drie belangrijke crises in één kunt tackelen. Voedsel, klimaat en krediet. Hoe mooi kan het zijn? Hoe simpel kan het zijn? Op dit moment doen 28 boeren mee en 2000 buren. Keer 250 is 500.000 euro, hebben we op die manier groen gewassen. En dat terwijl iedereen er voordeel bij heeft. En dan is het nu nog zelforganiserend ook. Wat willen we nog meer? We willen nog meer, we kunnen nog meer. Het volgende voorbeeld. Bedrijf zoekt buur. Je bent een bedrijf, bijvoorbeeld ik, een ZZP'er. En je wilt graag lokaal je energie opwekken, maar je hebt geen dak. Je kiest een buur die wel een dak heeft, maar geen geld en wel iets met zonnepanelen heeft. Jij als bedrijf kunt fiscale voordelen ervan halen. En daardoor kan je na 8 of 10 jaar zeggen, buur, je kan het overkopen voor een heel zacht prijsje. En daarna kan die buur nog wel zo'n 15 jaar energie oogsten. Weer een mooi voorbeeld van samen geld groen wassen. En samen kunnen we dus zo veel meer. Het gebeurt al 1 op 1, maar het gebeurt ook al als een groter bedrijf met bijvoorbeeld een sportvereniging, een dak van een sportvereniging volleggen. Dan wordt het steeds leuker. Ook in de stad. Ik heb wat. Ook in de stad gebeurt het. In het project Wij krijgen kippen werken we vanuit het idee van de eindgebruiker centraal. Of dat nu een bewoner, een bedrijf of een lokale overheid is. En dan gaan we uit van wat kan wel.
Het belangrijkste is dat het niet alleen maar gaat om zon. Het kan ook om wind, om biomassa, om energiebesparing, maar misschien nog wel om veel meer gaan. Laten we even bij energie blijven. En vooral laten we ook eens kijken, kunnen we daar nou datzelfde, dat we drie problemen met elkaar verbinden? Duurzame energie, geld en voedsel. Ja, dat kan. We gaan naar een school in Amsterdam-Zuid. Een hoop ouders brengen 's ochtends de kinderen en tegen de tijd dat ze daar zijn, komen ze een supermarkt tegen. En die supermarkt die gaat ook met deze bonnen werken. Dus kinderen wegbrengen, langs de super, bonnen halen, inwisselen in de loop der tijd. Die supermarkt koopt er een installatie van, legt hem op het dak van de school, want hij heeft zelf geen ruimte. En zo is iedereen weer blij. Over 10 jaar kan die school het overkopen voor 1 euro en weer 15 jaar gebruiken. Dit voorbeeld gaat over 3 weken los in Amsterdam-Zuid. Maar het allerleukste is dat andere combi's zich alweer hebben aangemeld. En zo blijkt het dus besmettelijk leuk te zijn om meervoudige waarde co-creatie te doen als stadsen. Mooi afgekeken van het platteland. En zo kunnen we dus als eindgebruikers ook andere levensbehoeften groen gaan wassen. Bijvoorbeeld ons sportschoolbezoek, ons theaterbezoek, winkelen bij de praxis of uit eten. Vanuit het idee, met mijn euro bepaal ik of er wat groen gewassen wordt. Zie het voor je. Je komt weer met je geld bij een restaurant en je zegt, je kunt mij nog 6 keer terugzien. Dan moet je wel zorgen dat je met ons leuke spel meedoet. Namelijk vergroenen. En hoe die dan vergroent, laat dat nou aan dat bedrijf zelf over. Of dat zonnepanelen zijn, of winddelen, of alles in ledlampen zetten. Maakt niet uit. Het lijkt dus de wereld op zijn kop. Want je wordt hiermee als consument co-producent. Crisis als kansen. We doen het samen, van binnenuit. Iedereen kan meedoen. En wederzijdse afhankelijkheid kan dus ook leuk zijn. Maar bovenal, we bouwen op vertrouwen. We bouwen op financiële partnerschappen. Laten we er een spel van maken. Creatieve crowdfunding voor meervoudige waardecreatie. De domeinnaam www.groenwassen.nu is al vastgelegd en dit verhaal staat online. Maar nu wordt het natuurlijk het leukst als iedereen daaraan mee gaat doen. En dan met universele vouchers, nu is het een koetje. Maar dat mag natuurlijk ook een ander beeld zijn. Groenwassen als spel. Voor hoeveel miljoen gaan we? 5 miljoen? 50 miljoen? 500 miljoen? Als we uitgaan van ons hier, 100 mensen. Er worden nu bonnen uitgedeeld. Dat is al ter waarde van 250.000 euro. Ik heb ze even ongeldig gemaakt door er een stempeltje op te zetten. Maar je begrijpt dat ik inmiddels heel veel van dit soort stripjes heb van al die verschillende boeren. Ik krijg dat eten allemaal niet op, dus ik deel ook het als cadeaubonnen uit. Maar het is besmettelijk verslavend en ik nodig jullie van harte uit om hierin te stappen. Geld groen wassen, let's do it now.